En u kreeg toen een foto met een puppynest te zien. Dit zijn mopshondenpups. En uit de vele goede oplossingen is één winnaar getrokken. En die krijgt dit naslagwerk toegezonden. En die winnaar is Nicole Meijer, Beestenmarkt 6 uit Goes. Van harte gefeliciteerd. Nu starten we een nieuw seizoen van het spelprogramma vol puzzels, raadsels en wiskundige vraagstukken. Nieuw hierin is ook de presentatie door mijn collega Ellen Brussen, samen met als van ouds professor Dr. Jan van de Kraats. Oh, zit dat zo. Oh, zit dat zo. Oh, zit dat zo. Van harte welkom bij deze allereerste aflevering van een nieuwe serie O zit dat zo. Naast mij dezelfde presentator als vorig jaar, professor Dr. Jan van der Kraats, onze deskundige wiskundige. Ja. Jan, jij gaat het alles op het technische gebied begeleiden en uitleggen. Gelukkig zou ik maar willen zeggen. We hebben natuurlijk tijdens de voorbereiding en alle repetities uitgebreid kennis kunnen maken met elkaar, hebben we ook gedaan. Maar nu doen we het even officieel. Heb je zin in, Jan? Jazeker. Hallo, Ellen. We gaan er wat moois van maken. We gaan een hele mooie serie spellen en puzzels maken. En de eerste puzzel die heeft al te maken met handen schudden. Ja. Want de eerste vraag luidt: als alle mensen op de achterste rij, en dat zijn er 60, elkaar een hand geven, dus links en rechts, hoeveel handdrukken worden er dan gegeven? Ik ga dat eens even vragen. Heeft u een idee? 60 min 2. 60 mensen die geven elkaar een handdruk. Ja. Hoeveel handdrukken worden er dan gegeven? 60 min 2, ik denk 58 gedeeld door 2. Een handdruk zijn twee handen, hè? Nou, ze geven links en rechts een hand. 118. U zegt 118? U zei 58? Ja. Hou het daar even bij. 120. 120, zegt u. Ik zeg 118. 118? Ja. 58. 58, u bent het eens met die mevrouw daar? Ik denk ook 118. U denkt ook 118? Ja. En u, mevrouw? 118. 118. Jan? Ja, het zijn mooie. Een heleboel 118 hier. Maar ik heb een heleboel verschillende antwoorden gehoord. 118, 58. Hoe moet je daar nou tegenaan kijken? Nou, de makkelijkste manier is niet te denken aan al die handen en al die handdrukken, maar aan de tussenruimtes tussen de mensen. Want in elke tussenruimte vindt één handdruk plaats. Nou, als je drie man op één rij hebt, dan heb je dus twee tussenruimtes, dus ook twee handdrukken. Wanneer je zes man op een rij hebt, zoals hier op de eerste rij, misschien wilt u even opstaan. Hoeveel tussenruimtes hebben we dan? En geef elkaar allemaal eens een hand. Vijf tussenruimtes, vijf handdrukken. En bij 60, 59. Dat is het goede antwoord. Op dit station vertrekken twee treinen per uur op vaste tijden. Een trein naar het oosten en een trein naar het westen. De treinen naar het oosten vertrekken precies op het hele uur. Hoe laat de treinen naar het westen gaan, dat is nou juist de puzzel. Dat weten we niet. Maar we weten wel iets anders. We weten dat als we zomaar op een willekeurig tijdstip zomaar naar het station gaan, dan is de kans dat we de eerste trein die vertrekt een trein naar het oosten is, die is 9 op 10. En de kans dat de eerste trein die vertrekt een trein naar het westen is, die is 1 op 10. Kun je hieruit opmaken hoe laat de treinen naar het westen vertrekken? Ellen? Ja, wat heeft u ingevuld, mevrouw? 20 over 12. 20 over 12. Ja, de wijzers zitten een beetje andersom, maar ik snap wel wat u bedoelt. En waarom? Geen idee. Geen idee. Hele goede reden. En u, meneer? Ik denk 3 uur. 3 uur? Ja. Ja, maar we praten wel over een paar minuten na
een bepaald uur. Dus u kunt wel zeggen 3 uur. Ja, dat mag u van mij ook zeggen, hoor. Dan 15 minuten. 12:15. Ja. Goed. Ja, ik ook 12:15. 12:15. En waarom heeft u dat echt beredeneerd? Nee. Gewoon maar wat gedaan. Lijkt me logisch. Ja, moeilijke vraag, hè? 12:06. 12:06. Hoe komt u daarop? Nou, 60 gedeeld door 10, hè? Ja? Dat is 6 minuten erover. 6 minuten, ja? Dus. 6 minuten. Goed, ja. Wat heeft u daar staan? 2:55. 2:55. Die dacht ik, geef er ook maar een draai aan. En wat heeft u daar staan? 9:12. 9:12. Waarom? Ja, ik denk, als je nou om 12:00 komt, die 1 minuut is eerder weg als die 9 minuten over. Dus ik denk 9 minuten eerder als 12:00. Ja, ja, daar zit wel wat van logica in, Jan. Ik heb 1 goed antwoord gehoord. Ja, ik ook. Ja, dat dacht ik wel. Maar waarom? En waarom is het een goed antwoord? En ja, het is eigenlijk op het eerste gezicht al verschrikkelijk raar dat die kans dat de eerste trein de trein naar het oosten is of naar het westen, dat die kans niet 50-50 is. Want je denkt toch, er gaan evenveel treinen naar het oosten als naar het westen. Dus dat mag eigenlijk niks uitmaken. Maar als het nou zo zou zijn zoals hier staat aangegeven, en je komt op een willekeurig tijdstip naar het station, als dat moment dat je aankomt binnen dit gebied valt, is de eerste trein die vertrekt een trein naar het oosten. Terwijl als je binnen dit gebied aankomt, dan is de eerste trein die vertrekt een trein naar het westen. Nou, hier is dat, die verhouding is, dit stuk is 3 maal zo groot als dat stuk. Maar we wisten, dit stuk is 9 keer zo groot als dat stuk. Nou, als we nu dit hele stuk in tienen verdelen, 60 minuten, 6 minuten, dan zie je dat inderdaad wanneer we hier om 6:00 de treinen naar het westen laten vertrekken, dat dit stukje maar 1 is en dit stuk 9 keer zo groot is. Dus dit is het juiste antwoord. Het werd daardoor Ed al gezegd. Applaus. Dit spel is geen variatie op snoeker of zo. Er komt geen keu aan te pas. Het is gewoon een kwestie van logisch en, let op, systematisch denken. In deze driehoek kunnen 15 ballen. En die hebben we hier ook liggen. 5 groene, 5 rode en 5 gele. De vraag aan jullie is om die 15 ballen in deze driehoek te gaan plaatsen. Ja. Maar er mogen geen ballen van dezelfde kleur naast elkaar. Ook niet onder elkaar? Ook niet onder elkaar, ook niet op elkaar. Gewoon in die gaatjes leggen. Ja, dat ja? Laten we nu. Okay. Ja. Ga je gang. Nou, oké. Okay. Als iedereen er met een punt, ja. Denk nou, we beginnen met de groene, ja. Ja, de gele. Ik de rode. De groene. Ja. Hebben jullie een systeem? Nee, nog niet. Maar kijk, jawel. Als we nou groen, geel, rood. Ja. Groen, geel, ja, dat is rood. Leuk. Rood. Jij bent kleurenblind, moet je nagaan. Oh, even. Groen, groen, geel. Dan gaan we hier verder. Groen. Rood. Groen. Geel. Ja, want hier mag geel niet bij, dus hier moet groen in. Geel. Dan moet hier geel. Dan gaan we hier wel verder. Hoe wachten ze hier? Een gele. Denk ik. Dan groeien. Komt hier een rode. Groene. Dan komt hier een groene. Kleurenblind. Daar een groene. Hebben we er een over? Hoe weet u dat nou? Nee, ja, nee, nee, nee. Zo. Ja. Heel goed. Jan komt er eens bij. Als een spoortrein ging ja, het is, hè? Het is, ja, ik sta helemaal paf, want u doet het volgens een systeem, maar... Ja. Nee, geen systeem. Geen systeem, nee, ja. Ja, ik zei wel een systeem. Ik heb er wel gehoord. Maar zo vlug achter elkaar. Dat hij kleurenblind is. En, ja. Ja, dat klopt. Jij hebt eigenlijk alleen maar een beetje toegekeken, of niet? Of heb je ook nee, meer ja, logica. Wat is de logica? Vertel eens wat de logica erachter nou, is. Nou, gewoon, dus 3 kleuren heb je. Dus ja. Daar begin je mee. En gewoon zorgen dat die kleur zich niet... Ja, dat weet je niet. Ja. In de lijn werken. Ja. En dan laten verspringen. Ja, ja. Dat ja. is het hem. Maar of daar de logica het klinkt in zit, heel goed. Het klinkt logisch, maar... Ik denk dat het per ongeluk goed is gegaan ook. Dat denk ik eigenlijk ook wel. Nou, daarom wil ik jullie toch nog een keer laten zien hoe je het ook helemaal precies kunt opbouwen. En kunt laten zien dat deze oplossing die jullie hier hebben gevonden, dat dat inderdaad een goede oplossing is. Ja. Volgens die redenering. Kijk, en dan moet je klein beginnen.
Ik zou eigenlijk als tip willen geven, doe het nog een keer. Ja. Leg de ballen er even uit. En kijk nou eerst eens eventjes naar zo'n klein driehoekje. Wat moeten daar voor ballen liggen? In ieder geval de drie combinaties. Precies, die leggen we er vast neer. Nou, dan moet je natuurlijk ook wel op letten welke kleuren dat we... Oh, dat geeft verder niet. Ja, dan heb als er maar drie verschillende zijn. Maar nou is er één vakje waarvan je de kleur direct kunt zeggen. Ja, hier groen. Juist. Daar komt de, waarom, daar dat komt weet de... ik niet, maar... Nou, dat weet ik wel. Ja. En Jacques weet het ook. Waarom moet daar een groene liggen, Jacques? Omdat hij hier ligt. Nee, niet omdat hij hier ook ligt, maar omdat er hier een gele en een rode ligt. Dus en deze ligt de enige die mag. Dus dit is de enige, maar geen gele, geen rode. Dus deze weten we nu. Ja. Nou moeten jullie eens naar deze twee vakjes kijken. Nou, dan leg ik hier een rode en hier een gele. En waarom? Ja, want anders als ik die gele hier neerleg, dan is dit niet goed. Ja. Dus dat is zo. Ja, dus het is weer een kwestie van hier groen en geel, dus de enige die hier kan. Ja, elke keer ga je in driehoekjes werken. Juist, dat is het systeem. Nou, dan gaan we met die driehoekjes even de rest volbouwen. Dan komt hier dus weer rood. Juist. En dan komt hier groen, ja. Denk ik. Komt hier geel. Ja. Ja. Van hier geel en dan komt... Nou, dat weet ik niet. Dat weet je niet. Hier eerst hier geel. Hier geel. Komt hier groen weer. Hier komt groen eerst. En dan komt hier rood zeker. Denk ik. Hier komt in ieder geval rood. Ja. En dan komt hier... Hier komt dan de groene. Dit komt rood. Ja. Groen en daar. En daar hebben we het. Ja. Ja, en... Nu denk ik dat ook iedereen begrijpt waarom het zo moet. Hè? Het is niet zomaar van hupsakee achter elkaar leggen. Maar nee, dit is inderdaad de methode waarop je echt altijd een goed antwoord kan vinden. Maar ik vind het toch fantastisch dat je het zo snel kon. Ja. Mijn complimenten. Dank je wel. In elke aflevering van O zit dat zo hebben we ook weer een speciale huiskamervraag. Hier is die van deze week. Volgende week krijgt u van ons de oplossing. Deze huiskamervraag gaat over een koning op een 3x3 schaakbord. De koning heeft de opdracht om in 8 zetten naar het tegenoverliggende hoekveld te gaan en daarbij alle velden eenmaal te passeren. Dat zou als volgt kunnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maar dat is niet de bedoeling. Want hij mag geen 2 stappen achter elkaar in dezelfde richting doen. Een koning mag, zoals bekend, bij elke zet horizontaal, verticaal of schuin naar een aangrenzend veld gaan. Hoe moet hij zijn weg kiezen? De oplossing van de kijkersvraag die hoeft u niet naar ons op te sturen. Die krijgt u gewoon volgende week in de volgende uitzending van O zit dat zo. De Sfinxen die men 2500 jaar voor Christus in Egypte maakte, zien er ietsje anders uit dan deze hier. Maar voor het gemak hebben we ze voor het spel maar even wat gestileerd en van piepschuim gemaakt. Het is een puzzel en dit moeten jullie ook zien als puzzelstukken. Het zijn de Sfinxen, hè, met een beetje verbeelding kan je dat wel ongeveer voorstellen. En onze vraag is nu aan jullie om van deze 4 puzzelstukken, deze 4 Sfinxen, 1 grote Sfinx te maken van hetzelfde model. Alsjeblieft, hier zijn de puzzelstukken. Ja. Nou, eens even kijken. Ja, we moeten omhoog gaan. Zo denk ik. Goed. En die... Ik heb ze vast. Goeie pijl. Ja. Ja. Het begint er echt op een Sfinx te lijken. Wat gaan jullie nu doen? Nee, dat... Nee, je moet ze, het zijn puzzelstukken, dus met een puzzel kun je ook niet op elkaar gaan bouwen. Nee. Zo. Nee. Zo moet hij worden, hè? Ja, dit is het model. Er moet hier dus een punt komen hierboven. Ja. Dat is een... Nee, dat is niet zo. Bijna punt in mijn oog. Ja, ik vind het heel creatief. Dit is een hele moderne Sphinx. Even kijken hoor. Opnieuw. Niet nu, wacht even, de tribune die roept tips. Komt er een goede tip van de tribune?
De bodemlanger, zeggen ze. Nou, dit is ook beeldig, maar geen Sphinx. Zullen we eens deskundig advies gaan inroepen? Ja. Om even een eindje op weg te krijgen? Ja. Jan, wil je er even bij komen? Ja. En misschien heb je een tip voor ze? Ik heb een paar tips. In de eerste plaats, de oppervlakte van die nieuwe grote Sphinx, die is 4 keer zo groot als de oppervlakte van 1. Dat betekent dat de lengte 2 keer zo groot is en de hoogte ook 2 keer zo groot. Dus mijn eerste tip is, probeer eens met een basis te beginnen die 2 keer zo lang is. Ja, wat ze net op de tribune. En de tweede tip, dat is, die Sphinxen hebben 2 kanten. Dus je kunt hem zo leggen en je kunt hem ook zo leggen. En daar moet je af en toe misschien ook gebruik van maken. Maar eerst maar eens naar die basis. Dus die basis verlengen. Zullen we eerst die lange maken? Ja, en die pijl, die kunnen we misschien beter even opzij leggen. Zo, en dan die punt zo. Of die punt, nee. Ja, je mag het zelf doen hoor, als je denkt dat het anders moet. Even kijken. Even kijken. Hij is in ieder geval 2 keer zo lang nou. Ja. Dan we moet zitten. Even kijken. Hier moet zo'n... Nee. Zo'n punt op. Hij moet... Het hoofd van de Sphinx. Nee. Nee. Nee, dat kan ook niet. Anke, je had er net een ander idee voor die. Die hier in het midden ligt. Ja, deze. Zo. De smalle kant roepen ze van de tribune. Ja? Zo, ja. Nee, dat is het nog niet van. Ja, hij is en nou een beetje vervormd, hè? Het is nu meer een piramide. Nee, ook mooi, niet. Maar nog niet helemaal goed. Je bent wel warm, moet ik zeggen. Ja. Het is, ik kom je zit er vlakbij, want dit is allemaal goed. Oh. Ja. Nou, nee, ook dat niet. Dat is meer een snavel, een Sphinx met een snavel. Nee, zo. Ja. Ja. Hier staan 2 hulpeloze, gebonden mannen. Ze zien er ook echt een beetje hulpeloos uit, zo met die touwen om hun handen. En tot overmaat van ramp zit er ook nog een knoop in dat touw. Nu is de opdracht, en gelukkig staan de dames erbij, Ankie en José, om die knoop uit dat touw te halen. Maar dat touw mag niet van die pols af. We maken er een wedstrijdje van. Wie het eerste die knoop eruit heeft, is de winnaar. Ga je gang. Sorry. Stap maar, hè, als hij kan. Mocht hij komen. Nee, moet ik even. Doe maar. Ik weet niet. Nou, dat schiet lekker op. Hoe bedoel je, hulpeloos? Nog meer. En? Oh, fantastisch. We zijn de verkeerde kant op gegaan. Ja, en de knoop is nu 2 keer zo groot? Ja, dat lijkt me zo. Nee, oké. Dan gaan we rustig door. En jij? Oh, ook nog. Fantastisch, de knoop erin. Jullie zijn lekker opgeschoten. Nee, moet ik hier doorheen kunnen stappen. Je moet erin stappen. Ja. Goed zo. Zakken. Denk je om zijn armen? Ja. Wat zijn jullie aan het doen? Nou. Nee. Daar zit nog steeds een draai eens even bij, want thuis willen ze natuurlijk ook zien wat jullie allemaal aan het vogelen zijn. Nog steeds een knoop, hè? We waren er bijna, hè? Nee, dat gaat niet. Hier gaan ze andere methoden proberen. Nee. Nou, trek hem eens door. Trek hem eens door. Nee, samen. Nee, nog steeds een knoop. Ik denk Jan, dat je er even bij moet komen, want zo direct wordt er eentje opgehangen. En dan zijn we nog verder van de wijs. Stoutjes, spreek goed zo, Mark. Mooie grote knoop, hè? Ik kom ook even in het midden staan. Jongens, draai even bij. We zijn nog niks opgeschoten, hè? En dat komt eigenlijk omdat jullie in gedachten hebben dat dit een ring is met een knoop erin. Die ring die wordt gevormd door je armen en dat touw. En dan zit er die knoop in, net als hier. Hier zit ook een ring met een knoop erin. En wat je ook probeert, de enige manier om hem eruit te krijgen is het touw doorknippen. Dus dan is die puzzel onmogelijk. Ja. Ja, maar dit heeft niks met handen te maken. Maar hier is het niet echt een gesloten ring. En dat is mijn tip. Maak nou gebruik van het feit dat er hier nog een heel klein beetje ruimte zit.
Hier zo. Nee. Niet er overheen klimmen en er doorheen kruipen, maar die ruimte die daar zit. Ja, je moet het op de goede manier doen. Op de goede manier. Wat de goede manier. Nee, maar dat gaat niet. Dat heb ik net ook al geprobeerd. Ja. Ja. Het idee, daar waren jullie net ook al mee bezig. Van buiten naar... Zo, dat handje, dat wil ook niet, hè? Niet het hele ding eraf halen. Nou, kijk. Het nee, dat lukt niet. Dan komt hij met knopen er weer uit. Ja. En hoe gaat het daar? Heel goed. Ja? Ja, heb je nog steeds een beetje naar je zin hier bij ik ons? Ik heb vanavond de tijd. Dus. Oh, goed zo. Nee, ga maar lekker door. Jan, wat doen ze nou verkeerd? We zullen nog wat meer aanwijzingen geven. Als jullie allemaal even kijken, zullen we het hier doen? Kijk. Kijk even naar Jan. We gaan eerst, zo eventjes deze, die wil jij wel vasthouden. Even die knoop wat groter maken. Dat die alvast bijna helemaal weg is. Zie je? En nu... Ja. Zie jij al iets? Nee. Als we nu eens dit touw hier doorheen halen, door deze dus. Ja? Over de hand heen. En weer terug. Ah. Dat is alles. Voilà. En jullie? Nou, jullie. Hij heeft een Gordiaanse knoop. Maar bij jullie is de knoop inmiddels zo ontzettend groot geworden dat we eerst maar eens even... Ja, nou zit hij nog een paar keer dubbel, maar het zal toch wel lukken, denk ik. Kijk, hier, misschien kun jij het, Ankie, nu zelf doen. Probeer hem er eens doorheen te halen. Ja, en nou over de hand heen. Deze lus over de hand heen en weer terug. Weer terug. Weer terug? Ja, gewoon maar trekken. Oh ja. Kijk eens. Voilà. Ook daar is het gelukt. Heel goed gedaan. Ik denk dat het voor de mensen thuis wat te snel ging, toch? Misschien. Wil jij het nog één keertje langzaam nadoen? Daar komt hij. De knoop groot maken om één van de handen heen. Dan is de knoop eigenlijk al grotendeels weg. Wat we nu doen is deze lus door dit gat halen en om de hand heen. En dan weer terug. Dat is alles. Kan iedereen het nu? We gaan nog even terug naar Egypte. Als je daar die enorme piramide ziet, dan denk je toch onwillekeurig, hoe kregen ze dat in die tijd voor elkaar? Hoe kregen ze bijvoorbeeld die enorme rotsblokken van A naar B? Onze volgende rekenpuzzel die gaat erover en Jan legt de vraag uit. Ja, dat gebeurde op de volgende manier. Men legde gewoon boomstammen op de grond en dan werden die rotsblokken daar opgelegd en zo over de grond vooruitgerold. Daar gaat onze puzzel ook over. We hebben hier drie van die boomstammen onder dit rotsblok liggen. En die boomstammen die hebben een omtrek van een halve meter. Een halve meter eromheen. En de vraag is, hoe ver zal dit blok rollen wanneer zo'n boomstam één keer helemaal rond is gegaan? Dus wanneer die één keer helemaal rond is gewenteld, hoe ver is het blok dan verplaatst? Dat is de vraag. Ellen? Ik ga eens vragen hoe ze daar op de tribune over denken. Bent u al zover, meneer, met rekenen? Nee, ik ben nog niet zover. Ben nog niet. Dan mag u even doordenken. Ga ik even bij zou u. Zou het ook niet weten? U weet het ook niet? Nee. U kunt ook niet. U weet dat die omtrek een halve meter is. En de vraag is dus, hoe ver is het rotsblok vooruitgeschoven? Doe dan maar een gokje. Halve meter? Een halve meter. Ik denk ook een halve meter, ja. Ja? En heeft u daar een reden voor om dat te denken? Nou, als die boomstam één keer rond geweest is, is dat een halve meter? Ja. Dan is dat rotsblok een halve meter vooruit. Ik denk 2 meter. 2 meter? Leg eens uit. Dat is een goeie. Dat is een goeie. Geen idee. Geen idee. Uw buurman? De rol is een halve meter vooruit, maar het blok wat erop ligt, dat gaat een halve meter extra mee natuurlijk. Daarom lijkt het me 1 meter te zijn. Ja, dat is eentje die ik waarschijnlijk wel van u zou kopen, als ik het allemaal zou snappen. Wat denkt u? Ik denk dat hij gelijk heeft, dat het ook 1 meter is, maar ik weet niet waarom. U weet niet waarom. Ja, Jan? Ja, dat is... Toch goed, hè? Ik denk dat het een heel goed antwoord zou kunnen zijn, maar we weten nog niet waarom. Gerard zegt het ook al, ja, het zou wel 1 meter zijn, maar waarom? Nou, daarvoor ga ik dat hier aan de hand van dit rare kleine modelletje van zo'n boomstam demonstreren. Die boomstam die gaat 1 keer helemaal rond. Maar die verplaatst zich daar ook bij. Als die nou eens op zijn plaats zou blijven zitten. Hè?
En er zou aan de bovenkant een rotsblok op liggen. Laten we daar nu maar een latje voor nemen. En aan de onderkant zou er ook een latje tegenaan zitten. Dan zou bij één keer ronddraaien op zijn plaats, zou dit bovenste latje een halve meter naar deze kant gaan. En het onderste latje zou een halve meter die kant op gaan. Ten opzichte van elkaar gaan ze dus een meter uit elkaar. Nou is in deze situatie dat onderste latje is de grond geworden. Dat zit dus vast. De boomstam kan verplaatsen. En het bovenste latje zal dus ten opzichte van het onderste latje nog steeds 1 meter gaan verplaatsen. Dat wil zeggen, het rotsblok zal, als alles goed gaat, 1 meter verplaatsen wanneer we die boomstam precies 1 keer rond laten gaan. Zullen we het eens proberen? Ja, als jij nou duwt, ja, jij mag ook dan kijk ik naar het... Ik zal een beetje meeduwen. Want het is een heel zwaar rotsblok. Ja, we hebben daar ook goed krachttraining voor gedaan. Hieronder ziet u een zwart streepje. U ziet ook het rode paaltje bij 0 liggen. Als dus dat zwarte streepje 1 keer rond is geweest, dan zou die volgens Bartjes op 1 meter moeten eindigen. Zullen we? Ja. Let goed op dat zwarte streepje. Even wachten. Nu moeten we een boomstam verplaatsen. Dat is ook verschrikkelijk zwaar werk. Zal ik even een doekje voor transpiratie halen, Jan? Dat doen we na afloop wel. Oh, goed zo. Ja, het is toch... Ja, hij ligt. We kunnen. En we gaan door. En nu maakt hij dus zijn hele omwenteling. Het streepje is nu aan de onderkant. En waar staat hij? Precies op 1 meter. Hij is 1 meter van plaats. Heel goed. En heel goed. Dit was ons laatste spel alweer van de allereerste aflevering van O, zit dat zo? We hopen dat u het allemaal naar uw zin heeft gehad, dat u lekker meegepuzzeld heeft thuis. Volgende week zijn we er weer. Tot volgende week.